Midas Dekkers. Het is de bekendste bioloog van Nederland. En u weet waarschijnlijk ook wel dat het een heel goed schrijver is. Want hij schrijft ook zeer wetenswaardige boeken voor volwassenen en ook voor jonge mensen. Ik weet niet of hij daar vandaag over gaat vertellen. Maar ik heb hem in een tv-programma een gesprek zien houden op de Vlaamse televisie. Waarin hij op humoristische en ook plastische wijze aangaf dat hij een groot fan is van Charles Darwin. Maar ik denk dat een ander verhaal uit dat grote grijze gebouw dat daar staat, dat dat anders zou luiden. In ieder geval, één ding is zeker. Uit de grootste bestseller aller tijden, de Bijbel, is de zin. En de zevende dag rustte hij uit. Implicerend dat ze toen nog een zesdaagse werkweek hadden. Dat is aan hem niet besteed. Midas Dekkers gaat u vertellen over alles wat te maken kan hebben met evolutie. Ik hoop dat het net zo interessant en leuk is als we het op tv ook hebben gezien. Midas Dekkers. Mannen. Mannen houden van hun vrouwen. Mannen houden van hun vrouwen, maar meer nog dan van hun vrouwen houden mannen van hun paarden. U kunt dat in elke grote stad ter wereld zien. In elke grote stad ter wereld zie je wel een standbeeld van een man met zijn paard. Maar een standbeeld van een man met zijn vrouw, dat zie je eigenlijk nooit. En dat helemaal niet omdat mannen meer van paarden houden dan dat vrouwen van paarden houden. Integendeel, vrouwen houden meer van paarden dan dat mannen van paarden houden. Vooral als die vrouwen een jaar of 10, 11 zijn, dan willen zij alleen maar paard. De prins kan ze gestolen worden, het witte paard, dat moeten ze hebben. Totdat natuurlijk uiteindelijk toch die leuke jongen met de blauwe ogen en de blonde haren langskomt. Dan kan dat paard alsnog doodvallen. Dan willen ze alleen nog maar die knul. Ja, tenzij ze lesbisch worden natuurlijk. Dan nemen ze een motorfiets. Maar waarom is dat? Waarom moeten mannen zo nodig een standbeeld hebben van hun paard en van zichzelf? Dat komt omdat ook het allerduurste, het allerbeste paard, dat gaat na 30, 40 jaar stuk. Kan je weggooien. En ook de allerleukste man, na een jaar of 60, 70, is echt de lol helemaal over. En hoe komt dat? Dat komt omdat mannen en paarden zijn gemaakt van rotzooi. Mannen en paarden zijn gemaakt van het slechtst denkbare spul. Echt de absolute troep. Vrouwen trouwens ook hoor. Mannen en paarden en vrouwen zijn gemaakt van de ergste troep die er bestaat. Vlees en bloed. Ja, zult u zeggen, ja, maar vlees en bloed, dat is toch het mooiste wat er is. Ik wil mijn eigen kinderen wil ik van mijn eigen vlees en bloed maken. Nou ja, u gaat uw gang maar. Maar als u mij niet gelooft, ga dan maar eens naar de Albert Heijn. Koop daarvoor een tientje vlees en bloed. Een mooi stuk vlees, een biefstuk. Laat die biefstuk bij dit weer een week of 6 buiten de ijskast liggen. En u begrijpt dat vlees en bloed de ergste rotzooi te... En daar bent u van gemaakt. En ik ben ervan gemaakt. En u maakt uw kinderen ervan. De armstakkers. En waarom is vlees en bloed zo'n troep? Nou, dat heeft u geleerd op school. Waaruit bestaat u? Waaruit besta ik? Waaruit bestaat mijn paard? Heeft u geleerd op school? Voornamelijk uit water. Ik kan van u 50 koppen thee zetten. U kunt van mij 50 koppen koffie zetten. Nou, dan zijn we op eigenlijk. Veel meer is er. Nou ja, wel wat. Er zit ook, heeft u geleerd, wat koolstof in u en in mij. Genoeg voor een doos potloden. Het zit er verder in. Zwavel. Genoeg voor één doos lucifers. Vet. Genoeg voor 7 stukken zeep. Sommige mensen wat meer. Kalk genoeg om een kippenhok te witten. Nou, dan heb je het wel ongeveer gehad. Als ik u zou willen maken vanaf de grondstoffen.
en ik ga naar de drogist of de apotheek om grondstoffen te kopen om u te maken, dan blijkt dat u ongeveer €23,73 kost. Dat is alles. Er is één stukje in uw... Kijk, waarom willen wij zo nodig een standbeeld van onszelf? Omdat een standbeeld, dat is wel gemaakt van goed spul. He, de onderkant van een standbeeld is gemaakt van steen, graniet, silicium, kiezel, hoe je het noemen wil. Fantastisch spul. De hele wereld bestaat eruit. Alle gebergten bestaan uit steen, silicium. Er zijn gebergten die bestaan al miljarden jaren. Maar wij, in ons zit van dit fantastische, helemaal gratis spul, niks. 0,0. Dus die onderkant van het standbeeld is al veel beter dan wij. En daarbovenop, daar komt het eigenlijke standbeeld. Dat is in het algemeen van metaal. Zit er in u enig metaal? Nou, een heel klein beetje ijzer. Er zit net genoeg ijzer in een mens voor één spijker. Dat is alles. En die spijker roest ook nog. En dan moet je ook nog geen vrouw zijn. Want als je een vrouw bent in de bloei van je leven, verlies je elke maand. Nou, er zit geen hele spijker elke maand. Maar er zit toch gauw een punaise in elke tampon die je wegmietert. Wij zitten niet goed in elkaar. Wij zijn van het verkeerde spul gemaakt. En dat verkeerde spul is ook nog eens verkeerd in elkaar gezet. U en ik, wij zijn absoluut prutswerk. Mochten wij door God gemaakt zijn, dan is het echt een knoeier. Als u mij niet gelooft, kijk morgenochtend eens in de spiegel. Morgenochtend kijk je in de spiegel, doe je mond open, net als bij de dokter. En zeg je, en dan kun je bij jezelf naar binnen kijken. En wat zie je? Je schrikt je rot. Die keel van ons, die zit niet goed in elkaar. Die is niet goed gemonteerd. In de keel, daar kruisen de luchtweg en de eetweg, die kruisen elkaar. Stomste wat je kan doen. En daardoor dreigt er eten in je longen terecht te komen. Levensgevaarlijk. Of nog erger, er komt lucht in je maag terecht. En zie dat er tijdens een net dinertje maar eens uit te krijgen. Het klopt niet. Het zit niet goed. En de meeste mensen die willen daar niet aan. Wij hebben eigenlijk allemaal het idee dat wij vrij goed geconstrueerd op de aarde zijn gekomen. Gaat er iets stuk, dan gaan we naar de dokter en die heeft het maar te maken. En hoe komt dat wij denken dat wij goed in elkaar zitten? Dat komt omdat we allemaal toch nog ergens van vroeger of van nu het geloof hebben dat er een schepper is, die heeft ons gemaakt. En als die vent zijn werk niet verstaat, ja, dan lopen alle kerken gelijk leer. Er is een heel mooi godsbewijs van vroeger. Ik weet niet of jullie dat kennen, de meeste katholieken kennen het niet, protestanten wel. Dat godsbewijs gaat ongeveer als volgt. Stel je voor, je wandelt op je gemak door het bos. En wat vind je daar op de grond? Een echt horloge. Je kijkt op het horloge. Denkt, hé, wat leuk, die loopt precies op tijd. Je draait hem om, je maakt hem open. Er zitten allemaal radertjes en wieltjes en tandjes. En je begrijpt al heel gauw, als die wieltjes anders zaten of meer tandjes hadden of dat veertje, had dat ding nooit op tijd gelopen. Dus, zegt het godsbewijs, er moet een horlogemaker aan te pas zijn gekomen. Wel nu, als je ziet, zegt het godsbewijs, hoe mooi de mens wel niet in elkaar zit, dan begrijp je dat er ook een grote horlogemaker moet zijn geweest die ons in elkaar heeft gezet. Een sluitend godsbewijs. Ik kan er geen speld tussen krijgen. Behalve dan dat als ik 's ochtends in de spiegel kijk en ik doe mijn mond open, ik zeg en kijk naar binnen. En dan denk ik, ja, een grote horlogemaker, het zal wel. Maar een grote loodgieter is hier niet aan te pas gekomen. Wij zitten niet goed in elkaar.
Nou, het voorbeeld der voorbeelden. Wat ik altijd te horen krijg. Ik geef wel eens vaker een lezing. Niet altijd met een rockband op de achtergrond. God zij geloofd en geprezen. Maar ik geef dan wel eens een lezing. En dan is er vaak na afloop is de gelegenheid tot het stellen van vragen. Nou, en meestal moet je dan een tijdje wachten voor er eindelijk iemand met een eerste vraag aankomt. Maar het gebeurt ook dat je tijdens de lezing al mensen ziet die echt zitten van ik heb een vraag, ik heb een vraag, ik heb een vraag. En meestal zijn dat vrouwen van zekere leeftijd. Vrouwen van zekere leeftijd zitten vol met vragen. En één daarvan stellen ze altijd aan mij na afloop van een lezing. En het is altijd dezelfde vraag. Als ik een vrouw van zekere leeftijd, weet ik al wat een, hè, dus ik ben nog niet uitgesproken of daar komt ze al, weet ik het al. Ja, meneer Dekkers, dag mevrouw. U bent toch bioloog? Ik zeg, ja mevrouw. Vertelt u mij dan eens, zegt ze, en ja hoor, daar komt hij weer. Vertelt u mij dan eens, waarom hebben mannen tepels? Ja. Dat wordt mij nu al jaren gevraagd. De eerste keer stond ik met mijn mond vol tanden. Waarom hebben mannen tepels? Ja, weet ik veel. Kan ik het helpen? Ik heb het niet gedaan. Ik loop ook voor lul met die kleine... Maar ja, met je mond vol tanden staan is niet goed voor een spreker. Slecht voor de zaak. Dus ik leerde al gauw dat als je met je mond vol tanden staat, moet je in de tegenaanval. Dus als er nou weer een vrouw van zekere leeftijd op mij afkomt, meneer Dekkers, waarom hebben mannen tepels? Ga ik in de tegenaanval. En dan zeg ik, nou mevrouw, dat zal ik u zo direct vertellen. Maar vertelt u mij eerst eens, waarom zit bij vrouwen de gulp voor in de broek? En dan staat zij met een mond vol tanden, want dat weet ze lekker niet. En terecht dat ze dat niet weet, want daar is geen enkele reden voor. Ik herinner mij nog, nou hier bijna niemand meer denk ik. Eentje misschien, misschien dat een oude professor het nog weet. Maar ik weet nog dat toen de vrouwen voor het eerst in plaats van een rok een broek gingen dragen. Eind jaren 50, begin jaren 60. Toen zat de gulp bij vrouwen niet voor in de broek. De gulp zat hier aan de zijkant. Wat mijn jongensfantasie over de anatomie van de vrouw nog jaren op een dwaalspoor heeft gebracht. Ik ben altijd kinderloos gebleven. Maar waarom is dat ding dan van hier naar daar gegaan? Nou ja, dat is vrij logisch. Kijk, bij mannen moet hij hier zitten, dat begrijpt u. Dus mannenbroeken hebben de gulp hier en de fabrikanten van vrouwenbroeken zijn gewoon te lui of te gierig. Die maken voor vrouwen dezelfde broeken als het vertrouwen. Nou, en om dezelfde reden hebben mannen tepels. Vrouwen, die moeten daar tepels hebben om voor de hand liggende redenen. Ga ik niet uitleggen. Ja, de man is door God of door Darwin of de schepping volgens hetzelfde model gemaakt. En vandaar dat wij mannen voor gek lopen met die... Dat zal de meeste mannen overigens worst zijn. Kijk, wat mannen wel erg vinden, dat is de kwestie van ribbenkast. U heeft allemaal op school geleerd waarvoor de ribbenkast dient. De ribbenkast dient, heeft u op school geleerd, om de organen die daarachter liggen te beschermen. Heeft u allemaal voor zoete koek geslikt. Niemand van u heeft de vinger opgestoken van ja maar meneer, ja maar mevrouw, ja maar professor. Als dat waar is, dat de ribbenkast dient om de organen die daarachter liggen te beschermen, waarom loopt die ribbenkast dan niet veel verder door? Want daar zijn ook organen die ontzettend graag beschermd willen worden. Nou ja, waarom is dat? Dat is weer de schuld van die wijven. Ja, die wijven, die moeten zo nodig zwanger worden. En als je zwanger wordt, dan groeit er een kind in je. En dat groeit en groeit en groeit. En als daar een ribbenkast zou zitten, kon het... Maar dankzij het feit dat hier geen ribbenkast zit, kan het ontzettend uitpuilen. Nou ja, mannen zijn volgens hetzelfde model gemaakt.
Wij krijgen geen kinderen, maar wij puilen wel uit. Dus wij mannen, wij hebben het buikje. En jullie vrouwen, jullie hebben de schuld. Maar het resultaat van dit alles is in ieder geval dat we niet goed in elkaar zitten. En ja, u weet hoe mensen zijn, die nemen er geen genoegen mee. Dus die verzetten zich. En vooral de laatste jaren is er een enorm verzet tegen de zaak dat wij niet goed in elkaar zitten. En dat verzet, dat heet sport. Het is het meest waanzinnige menselijk bedrijf wat er bestaat. Er zijn mensen die beseffen dat ze niet goed in elkaar zitten. En die denken dat als ze dan maar iets gaan doen, dat het dan wel weer goed zal komen. Dus wat doen die mensen? Doen heel hard dingen. En dan denken ze, als ik dat nou maar doe, 2 uur per dag, een leven lang, dan zit ik opeens wel goed in elkaar. Maar als je even nadenkt, als je je verstand gebruikt in plaats van je spieren, dan begrijp je dat als je een deel van je lichaam heel veel gebruikt, daar wordt het niet sterker van. Daar slijt het van. Alles wat je veel gebruikt, dat slijt. Als je een mes hebt en je gebruikt het heel veel, wordt het mes daar scherper van? Nee, botter. Als je heel veel in je autootje rijdt, neemt de inruilwaarde dan toe? Nee, die neemt af. Als je je lichaam heel erg inspant, word je daar gezonder van? Nee. Waarom zijn er geen stratenmakers in het oude vandaagse huis? Halen ze niet. Lang voordat ze in het oude vandaagse huis komen, zijn hun knieën al versleten, hun rug is versleten, hun pezen zijn door. Vanwaar dan het idee dat als je je lichaam heel veel gebruikt, dat je daar betere spieren van zou krijgen? Nou, dat heeft 2 redenen. De eerste reden is dat je mensen over hun spieren van alles wijs kunt maken, omdat je ze niet kunt zien. Mijn spieren zijn niet te zien. Hè. Er zit eerst een hemdje overheen en dan een velletje. En onder dat velletje zit nog wat viezigheid. En onder die viezigheid zijn de restanten van mijn spieren aan te treffen. Die zie je niet. Dus daar kun je iemand van alles en nog wat over wijs maken. Onder andere als je ze veel gebruikt, dat ze groter worden. De 2e reden is dat spieren inderdaad, als je ze veel gebruikt, spieren zijn de uitzondering, is het enige orgaan wat door heel veel gebruik toeneemt. Maar daar zijn wel grenzen aan. Je kunt door trainen, kun je je spieren maximaal 1/3 sterker, groter, dikker, mooier maken dan dat ze waren. Niet meer. Dus als je een slappe lul was, dan word je een 1/3 minder slappe lul. En als je een klerenkast bent, dan word je een 1/3 grotere klerenkast. Oftewel, je begint als een sukkel die gaat trainen en je eindigt als een getrainde sukkel. En dan moet je dan nog blij om zijn ook. Want stel je voor, er is 1 spier die u wel bij mij kunt zien. U zit er zelfs de hele tijd naar te kijken. En ik kan hem bij u zien. En de tong is de enige spier die je kan zien. En als de tong, wel al het geoude hoer van de mensen, steeds groter en dikker zou worden, zou geen mens meer een woord uit kunnen brengen. Sport is een van de onzinnigste bezigheden die de mensen kent. En waarom doen we het dan toch? Nou, zeggen andere mensen, ik sport niet zozeer voor mijn lichaam, ik sport voor mijn geest. Mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is een kreet die stond bij ons op de middelbare school, op de HBS, stond die gebeiteld in de muur van het gymnastieklokaal. Mens sana in corpore sano. En waarom stond dat daar? In de eerste plaats om ons HBS'ers in te peperen dat wij te stom waren om Latijn te lezen. En in de 2e plaats om ons wijs te maken dat een gezonde geest
uitsluitend in een gezond lichaam zou wensen te wonen. Nou, dat is natuurlijk een godspe. Dat is een schande. Die teksten moeten vandaag nog worden weggebeiteld uit al die gymnastieklokalen. Want als het waar was dat een gezonde geest alleen in een gezond lichaam zou wensen te wonen, dan zou je dus tegen iedereen die in een invalide karretje zit, zou je kunnen zeggen, zo, invalide karretje. Beentjes niet meer zo goed, beentje niet meer lopie. Nee, dan zeker ook hoofdje niet meer goed, hè. Het is natuurlijk een schande, dat omdat je lichaam niet goed is, je geest ook niet goed zou zijn. Nou ja, tenzij die gozer in dat karretje zegt dat hij aan de Paralympics deel gaat nemen, dan weet je zeker dat hij niet goed bij zijn hoofd is. Wie gaat er nou meedoen aan een wedstrijd waar hij per definitie buitengewoon slecht in is? Nee, de waarheid is, wij zitten niet goed in elkaar. Als er op deze wereld iets niet duurzaam is, dan zijn wij mensen het wel. Alles slijt, alles gaat kapot. En het enige wat erop zit is, zou je denken, repareren. Nou, dat doen de meeste mensen dan ook. Wij lopen allemaal de deur bij de dokter plat. De ziekenhuizen puilen uit. Ik zou denken, ziek zijn is heel akelig. Maar er zijn wachtlijsten voor. Mensen staan op de wachtlijst om in het ziekenhuis te mogen. Heerlijk vinden ze het. De kosten reizen de pan uit. We betalen op het ogenblik al meer dan 50 miljard euro per jaar aan de gezondheidszorg. Aan het repareren van die lichamen die uiteindelijk toch kapot gaan. En hoeveel gaan er kapot? Nou, ongeveer 100.000 doden per jaar. 50 miljoen euro geven we uit. Resultaat 100.000 doden. En je kunt dat uitrekenen. Dat komt erop neer dat elke dode die heeft ongeveer 500.000 gekost. Ja, dat is niet meer op te brengen. Wat zou verstand? Hè? Dus we zitten niet goed in elkaar. Sport helpt niet. Repareren is te duur. Hoe moet het aflopen? Nou, er is er één mens op de wereld die weet wat je hieraan moet doen. Uw slager. Uw slager zit met precies hetzelfde probleem. Want die heeft in zijn toonbank heerlijk, lekker, sappig, mals lamvlees liggen. Daar moet je goed voor betalen. Maar in de wereld zijn er niet alleen lammetjes. Er zijn ook schapen. En die schapen die zijn oud en die zijn taai en daar kan die weinig geld voor vragen. Dus elke slager zit met het probleem. Hoe maak ik van een oud taai schaap een lekker mals lammetje? Nou, een slager weet dat wel. Je neemt twee oude schapen. Een mannetjes oud schaap en een vrouwtjes oud schaap. Die laat je bovenop elkaar. En vloep, 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 vloep. Er komen allemaal jonge, leuke, sappige lammetjes uit. Dus je neemt twee oude knarren en het resultaat is allemaal jong en fris. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor schapen. Dat geldt natuurlijk ook voor de mens. En dat is dan ook precies zoals wij dat doen. Kijk, een oud lijk oplappen, zodat hij nog een jaartje meegaat, kost een kapitaal. Maar een jong kindje maken, nou dat kost in wezen niks. Dat is gratis. U weet toch hoe het moet, hoop ik. Voortplanten. Heeft u op school gehad? Vergeten misschien? Nou, voor degene die het vergeten is, nog even een kleine cursus voortplanten. Het is heel eenvoudig. Je hebt voor voortplanten heb je nauwelijks iets nodig. Wat heb je nodig om je voor... Stel je voor, ik ben een jonge, aantrekkelijke man. En ik wil me voorplanten. Hier en nu. Nou, wat heb ik nodig? Een zaadje. En een eitje. Nee? Nou, zaadjes, die heb ik zat.
Ik heb net gelezen dat ik er 300 miljoen per keer paraat. Terwijl ik hier sta te ouwe hoeren, heb ik er weer honderdduizenden bijgemaakt. Zonder dat iemand het in de gaten heeft. Dus zaadjes heb ik zat. Maar hoe kom ik aan een eitje? Want ik ben vanochtend heel Hulst af geweest. Op zoek naar een vrouweitje. Maar er is nergens in Hulst te koop. Zelfs in Axel niet. Nee. En waarom niet? Nou, omdat als jij een vrouweneitjeshandelaar bent en je zet je vrouweneitje te koop, zet je op de toonbank, dan is dat vrouweneitje, dat is in een mum van tijd, is het verdroogd. En nog voor het verdroogd is, is het al te koud geworden. Want dan kunnen die vrouweneitjes helemaal niet tegen te koud worden. En daarom zit er als regel om elk vrouweneitje zit een hele theemuts heen gebouwd. En die theemuts vindt het niet goed dat ik met mijn zaadje bij haar eitje kom. Een probleem. Stel je voor, ik ben een jonge aantrekkelijke man en ik wil me voortplanten. Hier en nu. Jullie gaan niet weg voordat ik mij heb voortgeplant. Heb ik toch de hulp van iemand uit het publiek nodig. Want alleen kan ik het niet. Dat is een schande. Ik ben bioloog, afgestudeerd. Ik heb net uitgelegd dat het niks voorstelt. Een eitje en een zaadje. Theoretisch is het heel gemakkelijk. De praktijk is meestal weer barstig. Je weet hoe dat gaat. Nee, dus ik wil met mijn zaadje bij zo'n vrouw. En ja, dan moet ze het dus goed vinden. Maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Onderhandelen. Maar ja, hoe onderhandel je met een theemuts? Meestal wil ze eerst weten hoe ik heet. Nou, dat zeg ik dan. Kan mij wat schelen. En mag ik nog niet? Moet ik eerst met haar dansen? Nou, dat kan ik niet. Dus vandaar mijn tweede reden om kinderloos te blijven. En er is nog een derde, die heeft de voorgaande spreker ook al genoemd. Stel je voor het mag. En er staan dus 300 miljoen zaadjes aan de startstreep. U kent dat misschien uit die film All You Ever Wanted to Know About Sex van Woody Allen. En dan zoomt de camera in op wat er zich hier allemaal van binnen afspeelt. Hè. Dan staan al die zaadjes die staan klaar. 300 miljoen. Het zijn geen echte zaadjes hoor. Het zijn filmsterren met een plastic regenjas aan. En die staan allemaal te wachten tot ze het sein krijgen. Nou, heeft u wel gezien die film. Maar u heeft hem misschien niet gezien nagesynchroniseerd in het Duits. Dat opperzaadje tegen de andere zaadjes roept. Jetzt geht's los, jongens! Heeft u niet gezien, nee. Maar ja, dan gaan ze met z'n 300 miljoen. En dan denk je, tjonge, zet hem op. Maar dan blijkt dus de grote ramp. Van die 300 miljoen zaadjes bereikt er als regel nog niet één. 0,0 van mijn 300 miljoen zaadjes bereiken de eindstreep, de eicel. Wij mannen, wij moeten ons rot schamen. Wat wij maken is kutzaad. Maar ja, gelukkig hebben vrouwen ook reden om zich zorgen te maken. Want waar dacht u dat al die misgeschoten zaadjes bleven? 300 miljoen per keer, 2 keer per week heb ik gezien, 40 jaar lang. Waar blijven al die misgeschoten zaadjes? Al die jaren? Worden vrouwen daarom in de loop der jaren steeds iets dikker? Ja. Al die misgeschoten zaadjes, die worden door de wanden van het vrouwelijk geslachtsapparaat, zoals wij biologen dat noemen, geresorbeerd. Maar resorberen is gewoon een moeilijk woord voor eten. Vrouwen eten gewoon meer zaad dan een kanariepiet. En dat is dan nog niet eens het allerergste. Dus mannen hebben zich te beklagen over de voorplanting met zaad. Vrouwen hebben reden om zich erover te beklagen. Maar in het algemeen natuurlijk iedereen. Want als je heel veel seks hebt,
krijg je heel veel kindertjes. En wat is het vervelende van die kindertjes? Die hebben dus niks gekost. En daar komen er steeds meer en meer en meer en meer van. En op een gegeven moment, dan lopen de kinderen, lopen de oude mensen in de weg. En ik heb net voor u uitgerekend dat die oude mensen, die zijn hartstikke duur. Die moeten steeds maar gerepareerd worden. Daar heb je verder ook niet veel lol van. Het is allemaal prutswerk. Terwijl die jonkies, die zijn nog leuk en die zijn nog sappig. Dus van de twee partijen, de oude lullen en de jonge sappige kindjes, moet er eentje, moet weg, oprotten, dood. En aangezien wij oude mensen het slechtste in elkaar zitten, moeten wij oude mensen dood. En komen die kindjes, die komen op ons graf staan huilen. He, de dood is de prijs voor de seks. Het is een hoge prijs, maar dan heb je wel wat. Dat is zeer zeker waar. Wat is de les die we hieruit kunnen trekken? Over die duurzaamheid waar je tegenwoordig van alles en nog wat van hoort. Als je de dames en heren die ons duurzaamheid proberen aan te praten mag geloven, dan is duurzaamheid zoiets als dat je ergens op een heel mooi niveau bent en dat het altijd maar mooi blijft en altijd maar mooi blijft en nooit overgaat zonder dat het wat kost. Maar dat zijn valse profeten. Dat zijn de mannetjes van de Shell en van de Nuon en van al die anderen die alleen maar geld willen verdienen. En die mannetjes, die Nuon en die Philips en die Shell, die bestaan misschien 30 jaar, die bestaan misschien 300 jaar. Maar waar je naar moet kijken voor duurzaamheid is natuurlijk niet naar mannetjes en maatschappijtjes, maar naar de natuur. De natuur die bestaat al 3 miljard jaar onafgebroken. En hoe krijgt de natuur het voor elkaar om 3 miljard jaar te bestaan? Terwijl geen enkele mensenmaatschappij het langer dan 300 jaar heeft volgehouden. Dat komt omdat de natuur die blijft niet allemaal op hetzelfde niveau zolang als het maar goed gaat. Nee, de natuur die wordt geboren en dan sterft die. En vlak daarvoor was die opnieuw geboren en sterft en geboren en sterft en geboren. Bij de natuur gaat alles netjes in een kringetje. En waarom proberen die boeven van de Nuon en het CDA en de VVD en GroenLinks ons dan toch wijs te maken dat het niet in een kringetje moet? Omdat zij ons zo graag wijs maken dat wij moeten groeien. Het moet altijd meer zijn. Dat wij het nu slecht hebben, we leven in een crisis, schijnt, dat komt omdat wij niet hard genoeg groeien. Groei, groei, groei. Nou, een kind van 3 jaar... kan u uitleggen dat de bomen niet de hemel in groeien. Toen u 3 jaar was, toen de directeur van Philips 3 jaar was, toen wist hij ook waarom de bomen de hemel niet in kunnen groeien. Maar ja, ga economie studeren of word directeur van de Philips en je vergeet het. Dus ik zal het u nog even... Waarom de hoogste boom ter wereld is 110 meter. Hoger kan een boom niet. En waarom niet? Omdat een boom, die moet van bovenaf met zijn blaadjes, moet hij het water door zijn wortelen heen naar boven zien te zuigen. En dat doet hij door die houtvaten. En dat water, dat moet dus helemaal vanaf de wortels tot bovenin, moet dat een onafgebroken snoer moet dat zijn. Als daar een luchtbelletje tussen komt, ja, dan kan je trekken wat je wil, maar dan krijg je het niet meer omhoog. En je kunt uitrekenen als je knap genoeg bent dat 110 meter daarvoor het maximum is. En nou is het hopen maar dat iemand uit gaat rekenen wat het maximum voor onze economie is. Want anders gaat het heel slecht met ons aflopen. Wat hebben wij mensen uiteindelijk erop... Waar bevinden we ons nu? We bevinden ons nu in een stadium dat het met ons mensen niet goed gaat. We zijn te zwak om in leven te blijven. We kunnen ons niet voort blijven planten. We kunnen niet eeuwig blijven groeien. We zijn, ieder voor ons zijn we maar zulke nietige wezentjes. En wat doen wij? Wij nemen eindelijk een voorbeeld aan de mieren. Heeft in de Bijbel al gezegd, wilt u wijs worden, gaat naar de mieren. En waarom willen wij net als de mieren zijn? Omdat het leuke van mieren is dat één mier
is absoluut niks. Eén bij, één termiet is helemaal niks. En neem één termiet, zet hem op de tafel. En die termiet die begint zinloos kringetjes te draaien. Tot hij op een gegeven moment van louter vermoeidheid in elkaar zakt. Gebeurt niks. Twee termieten. Lopen er twee voor lul. Vier termieten. Vier. Maar bij een bepaald aantal termieten, dan zie je dat die termieten die gaan opeens samenwerken. En die vormen met z'n allen, maken ze van korreltjes, maken ze een pilaartje. 10 termieten verderop maken daar een pilaartje. Die pilaartjes die buigen naar elkaar toe. Je hebt een boogje en zo gaan ze door. En zo maken ze een heel netwerk. Zo kan een termiet, elke termiet op zich is te stom om voor de duvel te dansen. En met z'n allen maken ze een termietenhoop met alles erop en eraan. Airconditioning, u heeft dat allemaal wel eens op de televisie gezien. En nou denken mensen, dat gaan wij ook doen. Hoe flikken die termieten dat? Nou, die zijn voortdurend met elkaar aan het communiceren. Mieren en termieten, die zijn steeds aan het kloppen, de kloppen, de klop met die antennes. En als je nou maar genoeg met elkaar netwerkt, genoeg met elkaar lult, dan word je met z'n allen iets veel beters dan alle afzonderlijke onderdeeltjes. Althans bij mieren en termieten. Nou, mensen proberen dat op dit moment na te doen. Wij hebben nu een World Wide Web hebben wij. Met die sprieten zijn we contact met elkaar aan het houden. In de hoop om ooit zo'n fantastische mierengemeenschap te vormen. En net zo wijs te worden. En net zo duurzaam te zijn. En alles in de evolutie te kunnen overleven. En ik zie die mensen wel eens bezig. Dan zijn ze bezig en dan voelen ze zich als een spin in dat wereldwijde web. En dan denken ze dat zij contact hebben met de hele wereld. Maar wat zij vergeten is dat de wereld ook contact heeft met jou. Misschien ben je wel niet de spin in het web. Misschien ben je een van die vele vliegen in het web. Of een van die mieren. Want ik zal een voor zijn. Ik zal tot slot één klein leerzaam gedichtje voorlezen. En dan mag je met zijn dingetje slaan. Het is een gedichtje van Alfred Kosman. Knoop dat in uw oren als u zich als een mier voelt achter uw computertje gezeten. God schiep als voorbeeldig dier de nijvere mier. Zijn tweede schepping was nog beter. De miereneter. Dank u wel. De tijd is verstreken.